Goedendag iedereen en welkom terug. Vandaag speel ik samen met Ricky en met Tony, die staat hier ook ergens te derpen. Te derpen? Oh, daar achter het trapje. Oh fuck. Nee, Rikke. Ik heb mijn schoenen. Ik heb een potato. Ik heb een potato. Ja, dat weten we. Oké. Rick, nee, je bent een Rick, naar beneden. Ja. Kom daar. Oh, ga je naar boven? Er is hier, ja, daar is hier toch nog wat, ja. Een chest. Oh. Jongens, ik jump gewoon naar beneden toe. Oh nee, er loopt fucking kom, Rick, doe door! Jongens, daar loopt daar een diamond chestplate, ik durf niet. Ja, boeien. Ja. Nee! Nee! Tony, waarom? Deathmatch in 11 minuten. Ja, nou, dat moet je wel halen. Oh, hey, die fan met zijn diamond chestplate is niet... Nee, die heeft ook niet gehaald. Had ik maar eerder gejumpt. Ja, er liggen schoenen van mij hier. Een schoen van Tony. In dat gat, Rickard. Hier, in dat gat. Welk gat? Oh, daar. Ja. In het gaatje. Mm-hmm. Als je goed bent, Rickard, dan kan je er tussen komen. Er zitten trouwens twee spelertjes met redelijk wat iron aan. En er komt... Boot Diamond komt eraan! Ja, er komt een ja, diamond. Oké, pak die chest. Leeg. Oké, daar zit het. Zie je het? Het is een team. Ze willen je repen, want ze hebben een eigen zwaard. Ja, heb ik ook. En een pearl, dus. Ja, maar toch willen ze je repen, want hij heet Chris. Dat zie je toch, Chris. Er staat wel een I achter, een T-I, Chris T. Maar maakt niet uit. Christy. Ja, Christy en Gladius. Christ. Die Chris is het gewoon. Kijk, dat zijn gewoon al gay namen. Gladius en Christ. Christy. De wilde avonturen van Gladius en Christy. Christy. Featured by Rick. Rickard. En mensen rikkelen op de bom. Rickert. Jawel. Ik denk dat het de oorlijke duo jou nog niet heeft gezien. Trouwens. Jawel, sowieso. Oh, jawel. Die diamond had er. Ja, nee, ze zijn hem nu kwijt. Ze zijn Rick. Gunt erheen. Reep die vent met zijn halfnaakte lichaam. Pats, ja, rechte pijlen zijn bakken ze ook nog. Hoppa, Christy ook nog één erin. Heerlijk. Ja. Reep die vent. Reep die vent die met zijn SM-kleding aanstaat. Ik kan hem niet raken. Ja, pak die vent. Pak hem, Rick. Oh, ze schieten een pijl terug. Ze durven, joh. Rick, zijn we aan. Rick, ren daarheen. Nee. Dan gaat die diamond kerel hem flanken. Ja, dat maakt niet uit. Rickard heeft een enderpearl, dus die kan wegkomen. Als hij nou gewoon die vent killt, wegrent. Nee, Rick, dat was recht in je achteroor. In mijn achteroor? Ja, nee, het is toch meer in je schouder. Ja, schouder. Oh, okay. Ja, en er zit ook iets in je kont. Hashtag pijleffecten. Er zit ook iets recht in zijn reet, Jussen. Ah ja, heerlijk. Ja, Rick, die zit er diep in, joh. Die zit er diep in. Echt, what the fuck? Die komt er aan de andere kant volgens mij weer uit. Oh nee, dat is wat anders. Nee. Ja, die is wel grappig, ja. Ze zijn weg, Rick. Ze zijn gevlucht. Ja, ik weet het. Ik heb niet zoveel voedsel meer. Daarom had je moeten killen. Hier, deze kist bij die paal hier, wat je recht voor je ziet. Ik weet niet of je dat gaat halen. Ja, ze lopen de andere kant uit, dus die kist hebben ze niet geloot, denk ik. Leeg. Oké, daar staan ze. Nee! Kill ze gewoon, Rickard. Je kan ze hebben. Ja, maar ik heb geen voedsel meer. Dat maakt niet uit. Ja, en ze moet wegrennen. En dan zit die low food, kan die niet meer rennen. Ren daar gewoon uit een enderpoop. Wij kunnen ze killen. Rick, je kan het. Oh my god. Jongens, je fucking enderpoop op zijn hoofd gooien en dan in één keer een paar klappen geeft, is één al dood. Het heeft trouwens geen nut wat je aan het doen bent, volgens mij. Nee. Ik ben even aan het kijken. Ja, jawel, maar het is een heel parcours voor één kist. Er zit er dadelijk een rotte fles in of zo. We geloven in je, Rick. Dank je, dat vind ik fijn. Ze zijn trouwens aan het vechten met nog iemand met full iron. Dus je kunt ze backstabben. Eentje is dood. Allebei dood, yep. Nice. Deathmatch gaat beginnen. Ik zei toch dat het Rickard gewoon kunnen zijn die dat deed. Waarom had die vent twee chestplates? En die geeft die andere die niet. Dus was het ook geen echt team. Of het was een Tony Ricky team. Tony houdt dan ook dit bij, zo. Te zeggen van... Oké, Rick is volgens mij low. Heb je de food gepakt wat er lag? Nee. Oh,
Echt alles behalve het fucking food. Kijk in die kist! Nee, er stond nog een kist. Ik word niet meegeteleport. Go, Rickard! Go, Rickard! Rick, wat je doet, je gaat gewoon naar boven. Yep. Dat doet hij ook gewoon. En die ander zit nog te eten. Heerlijk, Rick. Heerlijk, allemaal. Mooi! Tactiek! Yep. Tactiek. Het waren de epische avonturen. Ja, we zien je terug in ronde 2. Het is ronde 2. Welkom terug, mensen, ronde 2. Wat doen we? Gaan we iemand killen? Want ik heb... Ja, hier, kom. Deze. Oh, we kunnen hier nog naar boven trouwens. Hè? Daar zit ook nog... Ik denk dat deze wel kerel. Goed. Kill die vent! Kill die vent! Heb die chest geloot! Jongens, ik sta hier iemand te killen. Ik heb hulp nodig. Ja, ik ben verder gelopen. Holy fuck! Hacker! Hacker! Dikke hacker! Ik ben hier iemand achterna gelopen met diamond boots. Ja, en ik loop Rickard achterna. Rickard loopt mij achterna. Nee, Rickard! Dat ga je winnen! Kill hem, Rickard! Oh! Chaos, chaos! Waar zijn jullie ergens? Okay. Ik ben even aan mensen aan het rekken. Dan zijn je echt gewoon fucking mensen aan het rekken. What the fuck? Zag je dat? Mm-hmm. Die kerel. Moet ik je een boost geven, Rick? Nee! Kan wel. Ik heb hem. Eens eventjes zien, waar zijn jullie nou gebleven? Jongens? Ik voel me eenzaam en alleen. Nou, laat ik maar zitten. Ja. Waar zijn jullie nou? Help! Tony, hier! Achter je! Wat is er dan? Die kerel! Ik greep hem voor je, Jason. Doe het en ik wil toekijken. Oh, wat ben jij een viesbeuk? Holy fuck, hij rent gewoon naar andere mensen toe. Jongen. Hij heeft zijn kap als kerel. Help, Jensen! Waar ben je? Achter je. Nou, nevermind. Nevermind. Jongens, ik zit die fan nog steeds achterna. Ja, we weten niet waar je naartoe bent gegaan. Oh, fuck, er staan daar twee... Teamers! Ik ren weg. Jongens, waar zijn jullie? Help! Ik zie je en ik zie de teamers. Loop naar mij. Ik sta hier. Nee, hier. Ja, oké. Kom, poes. Charge! Ik ben gewoon low AP, sorry. Succes. Serieus? Jason, ren voor je leven! Mooi. Ik pak ze dus jou, maar niet mij. Oh, ik word teams. Nee! Half hartje, kut! Nee! Ik ben dood. Nee. Sorry Rick, maar ik kon niks voor je betekenen, want ik heb zelf maar 2 hartjes. En een team achter zich aan. Ja, mij. Alle chests zijn geloot en ik sta hier helemaal leeg. Sorry mate. Ik weet niet waar Jensen is gebleven. Ik zit volgens mij niet zo gek ver. Nee, maar ik ben wel verder aan het rennen nou. Maar waar is dat dan? Ik zit nog altijd in de snow. Ik ook. Ik zit net op het randje van de snow en... Met een diamond zwaard en dan gewoon een appel in de kist. Welke kant van de snow ben jij dan? Mag ik zien name tag? Zal dat Jensen zijn? Ik hoop het wel. Bovenin ergens, bovenin? Nee, ik zie niet bovenin. Ja, daar. Maar daar staat daar een vent. Kijk. Die jij niet gezien hebt. Ja, nee, maar ik ben low AP, dus ik ga niet echt chargen nu. Hij heeft die diamond boots. Er zit een team achter me. Nice. Ik moet de kill hebben. Ja, dank je. Dan heb ik tenminste regen. Nee, ik heb het skill kit niet gekozen. Nee. Kutnoep, dat zei ik net nog. Oh, beter gaan we hier weg. Die twee luisterden daar nog. Heb jij die stuff van hem gepakt? Ja. Je krijgt de boots wel van me, hier. Snel. Ja, het is hier met een crappy zwaard, weet je wel. Ik heb ook de boots. Hier, pak het sound zwaard. Nice. Rickard, wat ben je stil? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het huilen omdat ik doodging. Nee, snif. Oké, ik ben die berg aan het oplopen, hoor Jason. Welke berg? Die ijsberg. Oh ja, dus de andere kant de berg. Boog! Ik heb een boog! Jongen, mooie boog!
Rick, weet je wat wij altijd doen als we dood zijn? Nee. Dan proberen we kisten te zoeken voor anderen. En te kijken waar de andere tegenstanders zitten. Zo, ja, ik zeg niet dat jij dat ook moet doen, maar... Hint. Eigenlijk toch wel. Hint. Nee, doen jullie niet zoveel, hè? Dat weet ik niet. Je speelt wel vaak met ons mee, Rick. Jason, waar ben je? Hier onderin. Kom naar boven. Nice. Want ik elementaire heb... beleefdheid, Rick. Want ik heb hier nog best wel veel volle chesten, die... Wat moet ik nog hebben? Een fatsoenlijke helm en broek. Ik heb een broek. Ja, niet chain, hè? Iron. Nee, een eigen broek. Oh, handig. Zo'n ding moet je eerder zeggen. Hoezo moet ik dat zeggen? Ik zei, nou, kom naar boven. En dan ben jij maar. Ah, laat me niet zo schrikken, Jason. Hé, kijk, een gebouwtje. Daar kunnen we in. Oh, wacht, er staat hier ook nog een chest in. En allemaal boekenkasten. Goh, zal hier toevallig... Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Nee, nee. Santa's offers. Je had toch een boog, zei je? Ja. Waarom haal je die er dan uit? Die wou ik voor jou bewaren. Ik wist niet dat je in één keer die chest ging bloeden. Voor mijn neus. Hier, iron zwaard. Voor jou. Even kijken, vriend. In mijn boog. Kijk. Ja, vriend. Tot de deathmatch begint, dus hij bevriend. Ja, ja, ja. Zo hoort het toch? Waarom zit er geen... De enchantment table hier. Kerstman geen enchantment table heeft. Die zit in het midden, joh. Wil je in het midden gaan? Wil je dat riskeren? Tuurlijk. Nee, 2 minuten, dat redden we niet. Tuurlijk wel. Het is kort bij. Oké, dan gaan we heel snel naar het midden. Maar ik heb geen enchanting bottles, dus ik ben al gefukt. Die heb ik wel voor je. Dan wil je heel snel zijn. Oh, pak de bottles. Als een van ons het niet halen. Oké, ik zie die name tag daar. Waar is het midden ook weer? In het midden. Oh my god. Oh, helm, helm. Jason, ik zit hier helemaal... Holy crap, iemand slaat me. Iemand schiet een pijl. Diamond. Een diamond broek. Schoenen. Nice, hij zit eronder. Hij zit ook wat te spammen met zijn zwaard, hè? Ja, laat hem lekker spammen. Ik heb liever dat hij spamt dan dat hij... Oeh, golden apple. Ik heb liever dat hij zo loopt te spammen. Moet je nog... Pak snel die spullen wat je moet hebben. Ik ga door naar het midden, joh. Enchante. Ja, ik laat die diamond boots niet liggen. Dat is wel een goede set van je, hè? Waarom hier water nu ineens is, weet ik ook. Ik zit gewoon te buggen in dat water, man. 10 seconden. Nee! Nee! Jezus, we zijn gefukt. Die gets fucked. Sharpness. Nee! Yo, hij heeft weer zijn zin. Ja. Boog, hè? Zullen we de trap op gaan? Of zal ik gewoon die vent naast me? Nu spannen ook echt gewoon naast elkaar. Ik sta gewoon die vent naast me. En mijn apple op, hè? Ik heb gewoon een enchanted shit. En Jezus kiest ervoor om ze te bestrijden, maar ze rent toch weg en gaat vervolgens gerekt worden. En Tony gaat hem achteraan om te kijken of hij hem kan avengen, maar nee, het lukt hem niet. Ja, wat wil je met 3 hartjes? Die andere zit er gewoon het stuf te kiezen. Terwijl Villa Rosa gewoon lekker even zit te chillen en gewoon toekijkt naar hoe Tony gerekt wordt hier. Come on Tony, hoeveel hartjes heb je? Talk to me boy. Zat, zat. Talk to me boy. Waarom zijn ze zo'n beetje een team en zo, achtig? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Het zijn noobs, ze slaan niet. Ze slaan niet fatsoenlijk. Nee, ze toch niet team, toch niet team. Kut. Mijn zwaard! Mijn zwaard! En Tony maakt een hele grote blunder door zijn zwaard te laten droppen. Maar het maakt niet uit, want hij kan gewoon verder met de deathmatch. En van killen, daar heb ik weer full hit. Typische Tony-stijl, laat zijn zwaard gewoon vallen midden in het... Midden in de deathmatch. Nice. En Tony pikt op hier een kill en krijgt er door een beetje regen, toch? Yep. En gaat vervolgens naar Vira Rosa 77. Er ligt een enchanted zwaard van mij. Inderdaad. Hex. Een diamond zwaard. Ja, van mij. Enchanted.
De vernederde Felicia. Hij kan niet goed PvP'en, Tony, dat kan je halen. Ja, maar heb wel episch, echt een fucking hard zwaard, jongen. Als je me één keer hebt. Holy shit. Je kan het, joh, je kan het. Ik geloof in je. Als je dit niet haalt, hè, man. Jongen, als je dit niet haalt. Holy fuck, ja, maar hij hit me gewoon fucking hard. Krijgt Jens in je YouTube-kanaal? Nee, dan post je een foto met een stickertje voor op je kop. Half hartje! Ik ben een noob. Ja, nee, je moet het nee! Kijk hoe vaak ik die vent hitte! Nee! Dat kan gewoon niet. Ik kan niet eens rekt in de chat zeggen. Nee, dan moet je met een K zeggen. Toch? Ja, dat doe ik. Rekt. R-E-K-T. Oké, okay, whatever. Ja. Zo, oh nee, toch niet. Met een C, rekt. Zo ja. Nou ja, mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog en dan mogen we niet zo bij jou later. Doei.